Ja. Hey. Johan Pekstok, hi. Tim. Goedemiddag. Wat een goede plek is dit. Gaaf, hè? Is dit de kantine? Ja. Wat voor bedrijf is dit? Metaalbedrijf. Dus we hebben twee afdelingen. Constructie. Daar hebben we al die mooie meubeltjes gemaakt en de inrichting. En verspanen doen we ook. En ja, niemand weet wat dat is. Nee. Dan moeten we straks maar eens kijken, denk ik. Okay, mooie glimmende dingen maken voor de industrie. En dat ga ik dadelijk ook doen. Ik mag dadelijk een beetje meekijken. Ja. In ieder geval kijken, want denk, als ik ga helpen, dan denk ik niet dat je hem nog kan verkopen. Doe me niet. Nou ja. Nee, weet ik niet. Ja, nee. Maar wat is er zo leuk aan deze industrie? Ja, wat ik vind het leuk om echt mooie dingen te maken. Altijd leuk gevonden en eigenlijk nog steeds. Ja, dat doe ik zelf ook nooit meer. Maar dan daarmee bezig zijn vind ik nog steeds gaaf. Ja. Dat, ja. En hoe is dat begonnen voor jou, dingen maken? Had je heel veel eigen ideeën of deed je dat altijd al? Ben je daarvoor opgeleid? Ja, klassiek verhaal. Mijn vader deed het al. Mijn opa deed het al, zeg maar. Wow. En mijn opa heeft dat bedrijf opgericht. Ja. En ik ben in die voetsporen gegaan. Wow. Dus technisch onderwijs en beginnen met vegen en dan steeds een beetje meer. Oh, dus je hebt je echt gewoon klassiek opgewerkt? En nu... Ja, nou ook wel geleerd, maar wel helemaal gewoon bij de bezem begonnen, zeg maar. Ja. Ja. En ik vond het leuk. Dus je was in het familiebedrijf en nu heb je dit zelf. Ja. En als je kijkt naar wat voor mensen hier allemaal werken, wat voor mensen werken hier eigenlijk allemaal? Ja, best wel heel verschillend. We hebben natuurlijk een administratief deel. En in de werkplaats mensen die met de computer bezig zijn. Dus dingen tekenen, zorgen dat geprogrammeerd wordt en dat die programma's naar de machines toe gaan. En logistieke mensen natuurlijk. Ja. Spullen daar op plekje brengen waar het hoort. En mensen die aan de machine dingen maken, programmeren. Ja. En ook nog mensen die meer handmatig dingen doen. Oké, en werk je nog met mensen samen ook? Of? Ja, we hebben met andere bedrijven uit de omgeving werken we nu samen met een, vooral op opleidingsgebied. Ja. We hebben een expertisecentrum precisietechniek opgericht. En die gaat zich richten op opleiding voor mensen die het soort werk wat we straks gaan zien kunnen gaan doen in de toekomst. Oh, dus dat is wel een mooi samenwerkingsverband. Ja, nou, dan ben ik helemaal benieuwd. Ja. De tunnel in? Ja, we gaan de tunnel in. We gaan de tunnel in. Hier gebeurt het Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasovereigentoekomst.nl. Later.